komen. Hoe is het met u? Ja, nee, het is goed. Goed. Nou, met ons denk ik ook wel, hè? Als we ons allemaal goed op de afstand houden. Dag, schattenboot. Dag, schattenboot. Het is een bijzondere dag. Begint iets te dagen. Ik ben helemaal perplex, moet ik eerlijk zeggen. Begint iets te dagen. Iets met Koningsdag en de vrijdag daarvoor. Ja, nu wel eigenlijk. En zeker met die kroon en alles soort dingen. Maar jeetje, nog niet aan toe zeg. Want het is een hele bijzondere dag. En waarom? Voor heel veel mensen. Maar zeker ook voor u vandaag. Want u doet al heel veel jaren ontzettend veel voor mensen om u heen. Voor Lidl. Van de belangengroep tot nu de dorpscoöperatie. Vooral werk op zorg. In een tijd als deze ongelooflijk belangrijk. Ook voor de literaire prijs heeft u het een en ander gedaan. Ja, u heeft zich al heel veel jaren ingezet om het leven en wonen van jong en oud in de gemeente Zomer, maar in ieder geval in het bijzonder te verbeteren. En dat vinden heel veel mensen heel bijzonder. En die dachten, nou, dat gaan we aan de burgemeester schrijven. En misschien is het ook wel eens goed dat de koning dat ook eens weet. Nou, is de koning natuurlijk vorig jaar geweest, die heeft hem zelf ontmoet. Dus hij heeft uit zijn eigen mond kunnen horen hoe goed en anderen hierop bezig zijn. Maar ja, hij ging weer weg, hè? Na anderhalf uur vorig jaar, zonder eigenlijk iets fysieks achter te laten. Maar daar komt vandaag een verandering in. Want, heel bijzonder, aan mij de eer om u te mogen vertellen dat Onze Majesteit de Koning besloten heeft, gezien uw enorme staat van dienst, om u te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ontzettend gefeliciteerd. Mensen, applaus. Nooit verwacht, eerlijk gezegd. Het had niet hoeven natuurlijk, anderen verdienen het meer. Dus, ja. En ja. Gezien de omstandigheden nu en dingen, ja. Ik ben een beetje geëmotioneerd, maar eerlijk gezegd. Ja. Omdat het, in deze bijzondere tijd en dat door alle omstandigheden en want ik heb gewoon het voorstuk van het einde, hoe is dat? Andere mensen zijn die hebben het. Nog veel meer verdiend dan ik nu eigenlijk in feite. Dus, maar niettemin, wat ik altijd gedaan heb, heb ik altijd heel veel gedaan. En ik zijn altijd zo van. Daar heb ik altijd heel lang veel energie van gekregen. Maar het werd toch dan wel een keer hoog tijd dat daar toch ook een herinnering, een waardering, een koninklijke waardering aan u werd uitgereikt. Ik mag natuurlijk niet opstellen dat later dit jaar zal daar een officieel moment voor komen. Dat wordt landelijk bepaald. Het zal niet voor september zijn, want we weten dat tot september in ieder geval de grote evenementen niet door mogen gaan. Ik heb daarom wel voor u de officiële oorkonde, want u bent vanaf vandaag toch echt ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. En toch om ook iets achter te laten, om ook aan alle mensen die langskomen te laten zien dat er hier toch wel een hele bijzondere mede-inwoner woont. Een koninklijke glans over dit huis en over u brengt. Zeker vandaag met deze prachtig mooie zonnestralen. Die laat ik hier achter en met de vraag of u mag hem in de voortuin prikken. Dat zullen meer mensen in Zomeren vandaag doen als blijk van waardering. Ja, en ik hoop gewoon dat u in goede gezondheid met elkaar en alle die u dierbaar zijn, dat u daar nog heel lang van mag genieten. En, want dat is nu in deze tijd het allerbelangrijkste. Ja, dat hoop ik zeker. En dat de schrik, ik hoop dat die wel weer wat wegzakt en dat u de waardering ook echt gaat voelen die u terecht, echt heel erg terecht en verdiend kan. Nou, dankjewel. Nooit ziet in mijn handen gehad tussen. Nee. Heel leuk. Om ik voor de site van de gemeente voorzieners uiteraard. En wordt hij. Ja, dat komt er nu bij. Dat is maar.
De moeite die gedaan is, de moeite die daar dan hier naartoe te komen en op zo'n manier toch een beetje op een feestelijke manier. Dat u het ja, nou ja, we hebben toch we proberen er toch een afdeling van de regeling. Ik denk dat je aan Hanna en aan.